Hallo lieve kinderen, wat fijn dat jullie allemaal weer kijken naar alweer de derde aflevering van het Sinterklaasnieuws Leiden. Afgelopen woensdag hebben we gezien dat het fout ging met de pakjesboot. De pieten lieten het roer onbemand, waardoor de boot de verkeerde kant op vaarde. Ik hoop dat we er vandaag achter komen dat het allemaal weer goed gekomen is. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eens eventjes kijken hoe het gaat op de Garenmarkt. Hallo Anneleen, ik sta hier op de Garenmarkt waar morgen het grote feest is voor Sinterklaas. En ik zie dat de eerste mensen al gekomen zijn. Goedemiddag, u bent er vroeg bij zeg. Ja, ik las in de krant dat Sinterklaas kwam van Meet en Greet, dus we zijn direct gekomen. Ja, wij zijn al te bang dat we te laat zijn. Dus daarvoor hebben we het bus later genomen. Ja, dan zou het eerder zijn. Ja. Maar wie zijn jullie dan? Wij zijn Meet en Greet. Oh, nu snap ik het. Ja, nou valt het kortje. Ja, alleen dan ben ik bang dat ik jullie teleur moet stellen. Want Sinterklaas, die komt voor een meet and greet. En dan geeft hij alle kindertjes een handje. Oh, nou, dan nu, het gaat me pak je tas en dan gaan we naar hoor. Dag hoor. Ach, die arme meet en greet. Waren ze helemaal voor niks gekomen? Wij gaan ondertussen naar de pakjesboot. Want wij zitten natuurlijk nog steeds met de vraag of die wel naar Leiden vaart. Zo, lekker poetsen hier. Zo, dicht. Zo. Oh, hier ook. Ja. Zo. Oh, maar zo zit de plaats wel klein mee zijn. Zo. Pakjes. Zo. Oh nee, nee, er staat iemand. Help, sluit op binnen, help, help! Wat is er aan de hand? Help! Wat is er aan de hand? Er staat niemand bij het stuur! Oh, 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 oh. Ja. Help, we gaan de verkeerde kant op! Ga maar even opzij! Ja! Stuur de goede kant op! Oh. Ja, ja, help! Kom op, kom op! Kom op! Kan je me misschien een klein stukje helpen? Oh, oh help me! Oh. Ja, wat gaat het zwaar! Oh. Maar het gaat goed, geloof ik! Ja, 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 ja! Ja! Ja, ja, ja. Zijn we er al? Oh, 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 oh. Ja, bijna nog een klein stukje. Ja, 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 ja. Is het gelukt? Ja. Oh, goed gedaan. Maar, oh jee. Alleen zie ik Leiden nog niet. Nee, nee, als we hier varen duurt dat 3 dagen, zijn we nooit op tijd voor de intocht. Daar weet ik wel wat op. Ja? Ja. Oh ja, dat is een goed idee. Magic Pete, die kan ons vast wel helpen. Wat is hier aan de hand? We varen de verkeerde kant op. Ja. Oh, maar daar weet ik wel op. Dat is een eitje van mij. Oh. Maar dan moeten jullie wel aan de kant. Oké. Okay. Hop, hop, paardje in galop. En nu gas erop. Ja. Tada! Kijk. Yeah! Hey! Yeah! Zo Leiden? Ja, en we zijn op tijd. Oh! Hey! 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 Ja hoor, het is gelukt. De Sint komt naar Leiden, Sint komt naar Leiden. Dat moeten we natuurlijk meteen aan de Leidse Glibber vertellen. Leidse Glibber, wij hebben echt supergoed nieuws. Dankzij Magic Pete komt de Sint toch op tijd aan in Leiden. Jee, dat is geweldig nieuws. Fantastisch. Oh, ik zie dat jij voor de Rock School staat. Kan je anders daar eventjes het goede nieuws gaan vertellen, zodat zij met de Pietenband nog de goede liedjes op tijd kunnen oefenen? Ja, ik ga gelijk naar binnen. Ik ga het ze vertellen, Anneleen. Hey, Leidse Glibber. Ik hoop dat je goed nieuws voor ons hebt. Is de baard van Sinterklaas wit en lang? Natuurlijk heb ik goed nieuws. Morgen om 12 uur komt Sinterklaas aan op de beestenmarkt. Yes! 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 Maar wij waren eigenlijk niet gek. We hadden er eigenlijk een beetje op gerekend. Dus wij hebben heel hard geoefend voor het grote optreden bij de intocht. Maar mogen we een stukje laten horen? Ja, maar jullie zijn fantastisch. Tuurlijk. Oké, 1, 2, 3, 4. Sinterklaas op. Nou, je hoort.
hoort het, Anneleen. Ze zijn hier al keihard aan het oefenen voor morgen. Ik zie jullie morgen op de beestenmarkt om 12 uur. Doei, ik ga nog even genieten. Yes, one, two, Sinterklaasje. Leidse Glibber. Goed. Tot morgen, Leidse Glibber. Ik geloof niet dat hij me nog hoorde, maar dat geeft niet. Want we zien elkaar natuurlijk morgen als Sinterklaas echt in Leiden aankomt. Ik hoop natuurlijk dat jullie daar allemaal ook bij zijn. Morgen, als je bij de intocht bent, dan zie ik je gewoon in de stad. En als je lekker thuis op de bank wil kijken, dan kan je vanaf 11:45 de uitzending zien op Sleutelstad. Dit was de 3e aflevering van het Sinterklaas Nieuws Leiden. En volgende week, dan zijn we er weer op maandag, woensdag en vrijdag rond 16:30 met weer helemaal nieuwe afleveringen. Hopelijk zien we je daar dan ook. Deze 3e aflevering sluiten we af met TikTok Piet. Zij doet elke aflevering een TikTok op het liedje Hey Sinterklaas. En ik ben benieuwd wie ze deze keer zo gek heeft gekregen om met haar mee te dansen. Voor nu alvast wel te rusten en tot snel. Doeg! Hey Sinterklaas, kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen. Bye.